kijken naar een nieuwe video. Vandaag hebben wij een sketch voor jullie. Yay! De Bende van Ellende is herenigd. En Floor, ik heb echt heel veel complimenten van Floor gekregen voor een sketch met de bezorgde moeder. En wij gaan onze acteerkunst weer even uit de kast toveren om een sketch voor jullie te maken. Ja. En waarover gaat het, Floor? Nou, ik kwam op het idee samen met April. Dat was een paar dagen geleden. Toen dachten we van waarom maken we geen sketch waarbij we alle vrijwilligers soort van nadoen en uitbeelden met hun eigen kenmerken. En dat wordt niet op een negatieve manier, dus dat wordt echt gewoon grappig. En ja, dat gaan we doen. Ja, dus we hebben eigenlijk Floor en April. Nee, ik heb eigenlijk maar niks gedaan. Floor en April die hebben een lijstje gemaakt met de kenmerken. En we gaan een paar voorbeeldjes noemen en wie we hebben als vrijwilliger. Sommige vrijwilligers staan er niet tussen. Dat betekent dat ze ook geen vrijwilliger meer zijn. Dus daar wil ik ook dan verder geen vragen over. Want die zijn er gewoon niet meer. Dus de eerste vrijwilliger die we hebben, dat is April. Kom, Roos. Ja, Roos. Yo. Yo, bro. Yo, bro. Yo. Bro, wat doe je? Je rijdt niet eens. Oh, ik rijd trekker. Nee, bro. Carlijn, bro. Waar is mijn spiegel? Waar heb je hem neergelegd? Mijn spiegel. Bro. Even een spiegel. De tweede vrijwilliger die we hebben is Grote Floor. Oh, wat is dit nou weer voor rommel hier? Dan moet ik dat weer in de groepsapp zetten. Oh, nou, laten we dan weer een foto erin zetten hoor. Volgende keer graag opruimen. Anders moet ik het elke week weer doen. Ik word er echt helemaal gek van. Oh. Ze hebben die stallen weer niet netjes dicht gedaan. Het lijkt wel alsof ik hier alles moet opruimen. Word ik toch helemaal gek van? Floor? Ja? Zou je voor mij alsjeblieft even dit willen even nakijken voor type fouten voor adoptie? Tuurlijk, doe ik. Ik verbeter het wel even voor je. Alsjeblieft. Dankjewel. De derde vrijwilliger, dat is Carlijn. Mijn huis. Laat hem best wel hier liggen vandaag. Ik hang hem wel even op in de zaalkamer. Nou, oké, ik kan naar huis. Alles gedaan. Lena, waar is mijn vest nou weer? Jij hebt hem gisteren als laatst aangehad en hij is alweer weg. Die heb ik gisteren helemaal niet aangehad. Ja, echt wel. Ik zag je gisteren meelopen. Jij hebt hem opgeruimd. Nou, nee hoor. Oké, dan zoek ik mezelf alweer, hè? Ja? Nou, ik heb hem niet in de zadelkamer gehangen, hoor. Oh, ik ook niet. Nou, ga ik nu even de halsjes opruimen? Leen, loop je even mee? Ja. Kun jij deze even ergens neerleggen? Oh ja, en die ook? Oh, neem die ook maar mee. Dankjewel. Hey, ik dacht dat jij hiermee bezig was. Nou, de sproei moet even plaats worden. Hè? Huh? April, kan je de sproeier verplaatsen? De vierde vrijwilliger is Lena. Ik heb de planning alvast gemaakt. Klein is er namelijk niet, dus we hebben vandaag een mooi dagje klus te doen. We gaan vandaag niet rijden. Maar ik heb alles opgeschreven. En ik ga ook nog een video maken voor Lena Boots. Ja? Ja. Lena, zullen wij samen de wijwater geven? Ik ga wel op de trekker rijden, niet jij!
is goed. De vijfde vrijwillige is Maud. Oh, lekkere snoepjes. Ga ik er eentje nemen. Ik doe hem snel dicht. Ik moet niet meer eten, anders is alles op. De laatste. Zal ik die opeten of laten liggen? Maar als ik hem laat liggen, valt het op. Dus ik eet hem op. Oh, even een snoepje pakken hoor. Is hij nou echt al leeg? Sowieso heeft Maud dit gedaan. Oh. Maud! Maud! Waar ben je? Maud! Waar zijn de snoepjes? Maud! Huh? Maar lumpia's groeien toch? Die lumpia boer? Maar lumpia's... Die groeit toch niet aan een boom? Wordt het toch gemaakt? Oh! Hé, hey, Koutje! Hallo? Wat zou een veulen wel niet denken? Hou je ook van snoepjes? Ik kom dit zo even, hè? Ja. Hallo. Hoe zou het zijn om een veulen te zijn? De zesde vrijwilliger is Emma. Hoi, ik ben er ook! Even kijken naar de planning. Hopelijk gaan we rijden. We gaan niet rijden. Ik moest van Carlijn kijken bij de katjes, maar ik vind het heel eng. En je katten? Gelukkig zijn ze er niet. Denk maar niet dat ik vandaag al hooi heb. Ik gisteren ook al gedaan. Doet Valentina wel. Ik ga wel Pepper rijden vandaag, want mijn lieveling Jent is weg. Dus ga ik maar op jou. Kalijn, mogen Valentina en ik ruilen? Ik wil echt niet op Jort. Jort is echt niet leuk. De zevende is Valentina. Hey, Chelsea. Vind je het hooi lekker? Ja, hè? Lekker hè, dit weertje. Je vindt het niks, hè? Nee. Lena, jij dan? Jij vindt het ook veel te warm, hè? Jullie staan lekker hier in de schaduw. Dat zou ik ook doen als ik een paard was, natuurlijk. Praat je nou tegen die paarden? Nee. Nee. Tuurlijk niet. Ik was gewoon aan het kijken of er schimmel op het hooi zat. Tuurlijk niet. Dat is echt super raar. Ja, Emma die zei tegen Roos dat ze mij arrogant vond. En dat ze mij helemaal niet aardig vond. Maar Emma mag mij gewoon natuurlijk, want ze is gewoon een vriendin. Ja, ik heb mijn buiktasje weer om, want dat vind ik gewoon handig. Want jullie doen altijd zo, helemaal zo, telefoon en dan zakt die toch helemaal naar beneden. Nee, ik heb gewoon een handig buiktasje. Ah nee, ik ga echt niet op dat hoor. Nee, dat wil ik niet. Ik ga wel vragen of ik kan ruilen. Maar ik weet niet of Carlijn dat goed vindt. Maar dan doe ik het toch misschien. Hey, Johnny! Hey! Oh, ik wil Johnny echt zo graag adopteren. Maar ik heb geen geld. Helaas! Hey, Benji! Benji is zo lief, want Benji kan gewoon helemaal loslopen. En daarom vind ik hem echt zo leuk en hij is zo lief. En je kunt er alles mee. Je zou nooit iets kwaad doen. Je zou nooit bijten of trappen of wat dan ook. Je zou nooit ervoor zorgen dat je pijn hebt of zo. Auw! Oh, 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 oh nee, nee, je bent echt niet lief, je bent echt niet lief, nee, 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 auw, nee. De achtste vrijwilliger is Roos. Lena? Ja? Ja, zo. Mag ik op Jente? Ja, tuurlijk. Oké. Doeg. Hé,
Hey Roos, was de rij leuk? Ja. Annelien, kom! We gaan naar Koop! Ja, is goed. We gaan wel bij Tini. Even een foto maken voor ons Insta. Ja. Ik was eerst. Oké. Okay. Ja. Ja, die wil ik. Die wil ik. Nu mag jij. Ja, ja, leuk, ja, leuk. Ik heb bijna nog 1000 volgers. Echt? Ja. Wat een goed jongen. Wie jij dan? Ik heb nu 800. Maar is dat heel goed? Oh ja, super. Oh. De 9e vrijwillige is Annelien. Oh, ik moet haar les volgen. Wat denk je nou dat ik die ga volgen? Ik ga natuurlijk naar Patrick Baas toe. Let's go. Hoi. Wat doe jij hier? Heb jij geen les? Ja, eigenlijk wel. Dikke badass dat je er bent, Annelien. Woei. Ik moet nog super veel afmaken, maar ik ga wel over hoor. Ja, ja. De 10e vrijwilliger is Annelien. Hopelijk niet op Alina. Ach, ik moet weer op Alina, dat scheidbeest. De 11e vrijwilliger is Isabel. Jongens, moet jullie eens horen, hè? Gisteren was ik bij de razzijn en dacht, nou, ik ga even helemaal los. Ik heb 10 kwartels gehaald, 2 fazanten, 4 parkieten, nog 2 eendjes, nog 4 cavia's. En ik ging naar weg. Ik heb €381 uitgegeven. Ik dacht, oh god, daar ga ik weer. Niet roken, hè? Dat bepaal ik lekker zelf wel, joh. Ik stik er gewoon in op. Ja, en ik kwam hier al en ik dacht al, als ik weer op Schimpie moet, dan ga ik gewoon weer in de auto weer naar huis. Want Schimpie vind ik echt niet leuk. Nou, Jorik heeft me vandaag weer gebracht hier naartoe. Ik dacht, lekker dagje paarse kwaas. Neem lekker mee op sleeptouwen, toch Jorik? Ja. Ja, 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 lekker hè. 12e vrijwilliger is Henk. Ja, ja, ik moet hem alleen even nog een andere kant opzetten. Ja, kijk dan wat mooi. Goed gedaan hè. Ja! Ja, dat dacht ik al. De bumper is los. Klein! Wanneer breng je auto nou eens een keer naar de garage dan? De hele bumper zit los! Het moet nog voor de keuring! Ja, ik weet dat je geen tijd hebt. Maar ja, het moet echt! Kijk, ik heb wat banden gekocht voor de krashindernissen voor Klein. En dan maak ik ze zo allemaal naast elkaar. Dat moet toch leuk? Ja. Dat wordt mooi. Dat wordt echt mooi. Heb ik zin aan. 13e vrijwillige is Deadly. Oh ja. Ik ben vergeten om te zeggen dat ik vegetarisch ben. Ik eet geen vlees. Nee. Ik neem altijd gewoon een petje burger. Vegetarisch. Als het maar niet zo moeilijk weer is. Wat lust je wel? Eet je wel vis? Nee, ook eigenlijk niet zoveel. Ach jeetje. Vegaburger is ook helemaal goed. Nou, zou ik kijken. Aardappeltjes. Ik lust verder alles wel, maar alles, als maar geen vlees is, dat doe ik niet. Ja, wat een moeilijk gedoe weer. Ja. Nou, fruit dan. Oké. Okay. Wat knoflook erbij. Roeren. Ja, dit houdt de vliegen denk ik wel weg. Eigen gemaakte knoflook. En ja, ik weet niet wat er allemaal in zit, maar ik heb gelezen op internet dat het goed is voor Jago en crack. Dus ja, vanaf dit ga ik dit elke dag een beetje mengen in een voer. En dan maak ik er een hele post over van Instagram, want daar ben ik ook echt heel goed in. Want ja, ik maak altijd toch zulke lange posts wat mensen allemaal willen weten. Dus ja, oeh, stinkt wel een beetje. Marcolijn heeft me weer allemaal beelden doorgestuurd. Oh, jezus, wat een lange vlog. Nou, die moet nou weer gaan editen voor Carlijn. En ze zet me op de lui reet. Maar ja, gelukkig betaalt ze me ervoor. Dus dat scheelt. Ja. En alle bestandjes staan weer door elkaar. Hoe vaak moet Carlijn nog vertellen? Doe het allemaal op nummertje. Nou, ik ben hier denk ik tot 1 uur nog zo mee bezig. Maar ja. Shit happens. Ik heb toch geen school. Ik heb geen werk. Dus ja. Dan heb ik dit gelukkig. En
En de 14e vrijwilliger is Bas. Bas! Ja? Mooie boom. Satisfying. Mooie. Die oude stam heeft veel geleefd. En dan de aftakkelingen. Het is echt een mooie boom die veel heeft meegemaakt en veel heeft beleefd. Peppy! Peppy! Ga ik morgen dit weer even maken, want ja, dat kan ook weer niet, hè? Kom ik morgen wel aan toe. En de 15e vrijwilliger is Lara. Nou, het wordt weer één grote zooi. Ik mag binnenkort weer alles opnieuw gaan doen. Maar voor nu, even een touch-up. Puntjes op de i, alles weer mooi netjes. Dan zijn alle gaten weer dicht. Dit ligt weer verkeerd en dit ook alweer allemaal. Oh, wat een grote zooi weer. Oh, mag ik alles vandaag weer gaan ordenen? Dit ligt weer verkeerd en dit ligt ook wel weer niet goed. Nou, daar ben ik wel een middagje mee bezig. Nou, even alle stamboeken kijken. Kijk wat de paarden allemaal geloven. Wat de afstamming is, stamboek. Oh, die is weer familie van die en die weer van... Wow! Carlijn, zullen we kroketten halen in Duitsland? Kroketten? Ja, in Duitsland. Dat kan niet. Normaal wel. Dan krijg je aardappelkroketjes. Echt niet. Vaak nee, 100%. Gewoon vleeskroketten. Je krijgt gewoon... Nee, jawel. Je krijgt geen vleeskroketten. Echt wel. Ik ben toen in Oostenrijk geweest en toen kreeg ik aardappeltjeskroketjes. Oostenrijk is geen Duitsland. Ja, ik wil er wel heen rijden, maar wat krijg ik van jou als ik geen aardappelkroketjes, als ik aardappelkroketjes heb? Dat krijg ik dan van jou, want ja, ik weet zeker dat ik... Wat wil je? Ik ga het nu opzoeken, want ik weet het echt nou, zeker. Succes ermee. En? Ja, oké. Ja, hè? Of had je er zin in een aardappelkroketje? Ja, nee, dank je. Nee, dat dacht ik al. Nee, dank je. Nou, ja. De 16e vrijwilliger is Floortje. Carlijn? Ja? Mag ik misschien jouw dekje lenen? Ja, dat mag wel. Kies er maar één. En mag ik misschien dan ook jouw nieuwe Escadron dekje lenen? Ja, prima. Echt? Dankjewel. Ja, ik ga wel zo'n zadel. Ik heb geen zin om op te zadelen. Jiske, kom. Jiske, we gaan naar huis. Jiske, kom, we gaan naar huis. Doeg. Nou, als het goed is, waren dit alle vrijwilligers die wij hebben. En ik hoop dat jullie deze sketch leuk vonden. Ja, als je het leuk vond, doe een blauw duimpje omhoog. Ja. En vergeet niet te abonneren. Op het belletje te klikken naast, zodat je niks mist van al onze video's. Ja, en tot de volgende keer. Doei! Doei!